Nou ja, er zijn een paar mensen die hebben me nog even een beetje geholpen ook nu. Zodat ik lekker op de camping nog een paar dagen kan blijven staan. Ondanks dat het wat duurder is. Ik heb nog heel veel wat ik wil zeggen eigenlijk. Maar daar hou ik nog steeds mijn mond over. Ik hou nog steeds mijn mond over het feit dat ik hulp gevraagd heb en die hulp toegezegd is. En die hulp gewoon niet gekregen heb. En iedere keer afgehouden met telefoontjes die niet opgenomen worden. En noem het maar op. Maar goed, in ieder geval, onthoud het maar. Jullie krijgen of het hele goede bericht. Of het wordt gewoon echt een heel erg vervelend bericht wat er gaat komen. Ik hoop eigenlijk op een heel goed bericht. Want men probeert mij nu ook allerlei dingen in mijn schoenen te schuiven. Terwijl ik dus meer dan een jaar bij wijze van spreken om hulp vraag die toegezegd is. En dan iedere keer als ik bel wordt niet opgenomen. En als ik dan 10 keer gebeld heb en ik zeg een keer van jongens, hé, waarom heb je mijn telefoon? Dan krijg ik op een hoge toon allerlei reacties. Nou, dat vind ik niet leuk. Dus ik hou nog steeds mijn mond erover. Maar het is niet leuk. Maar goed, dat hebben we dus erbij. Maar daarentegen zijn er ook weer mensen die zijn wel heel leuk. Die vragen van Leo, wat is je rekeningnummer? Dan kunnen we iets op je rekening storten. En dan ben ik echt wel verbouwereerd vaak. En dat vind ik toch wel heel erg leuk. En heel aardig. En ik zal het zeker niet misbruiken. Want ik probeer natuurlijk zo voordelig mogelijk te leven. En ook zoveel mogelijk mensen te delen. Want dit is natuurlijk verschrikkelijk mooi. En ik ga zo meteen. Ik kon even nu niet met de auto. Ten eerste moest de batterij van de auto goed opladen. Ten tweede wordt het ding heel erg warm in de zon. Dus ik moet eens kijken of ik nog iemand tegen het lijf loop die wat verstand ervan heeft. Om te kijken wat er nou precies aan de hand is met mijn telefoon. Dat die zo ontiegelijk heet wordt. Maar ja, het is natuurlijk ook wel niet te vergeten. Het is iets wat rond de 30 of 32 graden. Dus ja, als je hem dan aan hebt,